Ben jij zelfstandig ondernemer en gebruik jij nog je zelfgemaakte foto's voor op je website, je LinkedIn-profiel en andere sociale netwerken? Dan is de kans groot dat je met je profielfoto's niet uitstraalt wat je als ondernemer wilt uitstralen. En dat is zo zonde, want mensen kijken juist als eerste naar jouw profielfoto en krijgen daarmee een eerste indruk van jou. Wil jij professionele foto's laten maken die indruk maken? En die je kunt gebruiken voor je website, je profielfoto's op social media en je video's, dan zijn er een aantal dingen waar je vooraf goed over na moet denken. Guus Pauka, gediplomeerd vakfotograaf, gespecialiseerd in portretfotografie, heeft 5 tips voor je om je vast op weg te helpen naar de perfecte profielfoto. Tip 1. Denk goed na over de locatie waar je de opname wilt laten maken. Het zou hier in de studio kunnen zijn, maar ook in jouw werkomgeving. Maar het hoeft niet per se je eigen werkplek te zijn. Het kan ook de omgeving zijn van jouw opdrachtgever of klant. Tip 2. Denk ook goed na over de styling. Voor de fotoshoot zou je 2 sets kleding mee kunnen nemen. Neem een outfit mee waar je je comfortabel in voelt en waarmee je ook langs een klant zou gaan. Tip 3. Niets vervelender dan dat je de mooie foto's hebt laten maken en je komt erachter dat het formaat niet klopt. Ik bedoel daarmee staande en liggende foto's. Om een voorbeeld te geven, voor de header van je website kun je beter een liggende foto of eigenlijk een panoramisch beeld gebruiken. En voor een profielfoto op sociale media zijn staande portretten ook handig. Tip 4. Dan een tip over de kijkrichting. Ik zeg altijd, opnames waarbij je in de lens kijkt, hebben mijn voorkeur, omdat je dan de klant aankijkt. Maar je kunt ook spelen met de kijkrichting. Daarbij bedoel ik dat je op de foto naar links of naar rechts kijkt, zodat je de kijkrichting van de bezoeker op je website beïnvloedt. Tip 5. Als laatste heb ik een tip over het camerastandpunt. Dat bepaalt de sfeer en uitstraling van jou als ondernemer. Stel, ik fotografeer je vanaf een laag standpunt, dan kom je over alsof je figuurlijk boven de klant staat. Misschien wil je dat niet en wil je juist op gelijk niveau met je klant communiceren. Ik ben Guus Pauka en gediplomeerd vakfotograaf. Fotografie is een van mijn specialisaties. Ik vind het leuk om mensen op hun gemak te stellen en ervoor te zorgen dat ze zichzelf zijn en dat ze uiteindelijk positief verrast zijn over het eindresultaat. Wil jij ook professionele foto's waarin je jezelf herkent en die het effect hebben dat je online gezien wordt door nieuwe klanten? Klik dan op de link op deze pagina.